En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Gisteren is de uitspraak geweest. De A15 wordt doorgetrokken naar de A12. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik woon zelf in Valburg. Dus ik hou ervan als ons dorp behouden blijft. Maar ja, aan de andere kant is de efficiëntie van verkeer ook belangrijk. Dus ik sta er een beetje met twee benen in, zeg maar. Dan kun je in ieder geval doorrijden daar naar de verbinding waar ik van Arnhem-Nijmegen. Ja, helemaal top. Helemaal top. Ja. Ja. Onze dochter woont in Zevenaar, dus dat is voor ons heel prettig. Anders moet je helemaal omrijden. Dat had al een paar jaar eerder gemoeten eigenlijk, want eindelijk werd geblokkeerd door Duitsland. En voor het vrachtverkeer en dergelijke is het wel fijn dat dat in één keer door kan gaan. Nou, ik denk dat het goed is voor het verkeer en misschien minder goed voor het milieu. Tenminste, rond die buurt. Nou ja, wij zitten in dat gedeelte Zevenaar Duiven. Dus een heleboel boeren zijn toen al eruit gegooid. En dan moest je huis verlaten en verkopen en alles. En dan denk je, zit je nog zo lang te wachten. Ben je alweer dood en begraven voordat hij weg te staat. Milieutechnisch gezien denk ik minder goed. Maar aan de andere kant, wanneer mensen bijvoorbeeld binnendoorroutes gaan nemen of sluiproutes bijvoorbeeld, dat ook minder goed is voor het milieu. Dus ik kan me er wel in vinden eigenlijk. Ja. Ja, ik vind vooral voor het autoverkeer zeg maar kortere aansluitingen met de A12. Dus, en bovendien vind ik, heeft lang genoeg geduurd. Alle instanties, veel instanties waren tegen. En nu hebben we dan eindelijk de knoop doorgehakt. Nee, ik vind het een goede zaak. Want heeft u er zelf last van ervaren? Sinds 3 jaar niet meer, nee. Ik kan niet met de rolstoel natuurlijk over de snelweg. Nee. Maar ik vind het wel een hele goede oplossing, ja. Ja. Want je hoeft niet meer door Arnhem-Zuid, je hoeft nergens meer doorheen. Je kunt gewoon rechtstreeks Duitsland in. Ja, milieu is natuurlijk altijd een zwaar punt, zou ik maar zeggen. Alleen je moet ook denken aan het verkeer, aan transportbedrijven en zo. Die zullen er voordeel van hebben. Mijn moeder heeft een tijd lang in Doetinchem gewoond. Dus dan nam ik altijd dat stuk bij Vitesse, zo richting Arnhem. En er heeft altijd wel heel veel file gestaan en dat je veel om moest rijden en dat het veel tijd kostte. Ja. Hey, en mensen zeggen hè, voor het milieu en mensen die er dichtbij wonen, hoe kijk je daar tegen? Ik heb nooit gehoord dat er geen instanties waren die tegen zijn, zeg maar. Het is altijd een gezeik tot aan de Raad van State. Dus nou lekker, is knoop doorgehakt en geen bezwaren meer. Ik vind het goed zo.